In die toren zit meer dan 100.000 liter water. Wat in één keer, bom, onder die shuttle wordt gestort, net voordat die weggaat. Omdat als die shuttle van toren aangaat, dan komt er nog een stoot vuur. En die stoot vuur die zal wel tegen de grond dan botsen en botst dan weer terug tegen de space shuttle. En dat weet je niet. Dus daar heb je allemaal water over. Wat je zo zal zien, is dat de space shuttle die start en die gaat omhoog. En dat is een enorm geweld. En in die space shuttle voel je alles heen en weer gaan. Maar het belangrijkste wat je voelt, is dat je met je rug heel erg in die stoel moet.